Patiënten die nadien zeggen van goed, ik heb geen erosie, ik ben niet incontinent, maar ik kan moeilijk plassen. Hoe objectiveren we die? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Wel, dan is het noodzakelijk om urodynamica te doen. En dan hebben we het over plasdruk. Wat is een plasdruk? Als ik u op uw rug leg, hoe hoog kun je wateren? Hoe hoog is dat? 10 centimeter, 20 centimeter? Minder. Jij, Luc, hoe hoog kun jij wateren? 70 centimeter. 70 centimeter, ja. Toen je 20 jaar was, misschien. Ja. Laat ons zeggen 50 centimeter op uw leeftijd. Hè. Dus dat zegt iets over plasdruk. En een man heeft inderdaad een hogere plasdruk. Wij wateren met een krachtiger straal of met meer drukontwikkeling dan een vrouw. Dus bij mannen is dat inderdaad 50 tot 70, jonge mannen dan, centimeter water. Bij kinderen is dat nog hoger. Als je ooit een kindje een pamper hebt aangedaan, dat begint te wateren, dan weet je wat voor een druk dat daarachter zit. Bij vrouwen is dat 15, 20 centimeter ongeveer. Dat betekent dat we dus kunnen meten tijdens het urodynamisch onderzoek dat een vrouw meer dan 20 centimeter waterdruk nodig heeft om de blaas te ledigen, dat daar waarschijnlijk obstructie in zit. En wanneer zie je dat? En dat is beschreven in de literatuur, ook al oudere literatuur, meer dan 20 centimeter, dan 21 centimeter. Dat is omdat die twee ruzie hadden. Hè. Deze heeft er een centimeter bij gedaan. En dat komt eigenlijk in alle publicaties naar voren, dat vrouwen die meer dan 20 centimeter waterdruk hebben, waarschijnlijk een obstructie hebben. En je kan dat dus met video-urodynamica of gewone urodynamica gaan meten. En ondertussen zijn er ook normograms voor gemaakt om dat te kunnen vergelijken. Als er obstructie is, dan kunnen we die sling doorknippen. Aan de ene kant, aan twee kanten, in midden, opzij, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En je ziet hier in die studies dat je daarmee toch een goede 70-80% succes hebt. En dat is wel van belang om tegen die patiënten te kunnen zeggen, zelfs als we die sling die te vast is aangespannen, als we die aan de ene kant doorsnijden, heb je 80% kans ongeveer, 70-80%, dat je obstructieve klachten van moeilijk te wateren, waar residu te hebben, dat die gaan verbeteren. En dat uw continentie toch zal bewaard blijven. Want die sling die daar nog half vast hangt, geeft meestal al genoeg steun om toch de stressincontinentie tegen te gaan. Dus dat is zeker de eerste stap bij die dames om dat tijdig te doen. Ik heb die studie daar nu niet tussen gestoken, maar we hebben in Leuven gekeken. Als je langer dan 9 maanden wacht, dan heeft het wellicht geen zin meer om die sling nog door te snijden. Dus je moet eigenlijk binnen dat eerste half jaar, 3/4 van een jaar, moet die beslissing vallen van gaan we dan nu doorknippen of gaan we dan niet doorknippen? Als dat niet lukt, wat dat eigenaardig genoeg voor die patiënten wel werkt dan, is sacrale zenuwstimulatie. Patiënten die obstructieve mixie hebben, obstructieve klachten, ook de novo OAB klachten hebben, die refractair zijn aan alle andere behandelingen, reageren vaak spectaculair goed op sacrale zenuwstimulatie. Dus dat is zeker iets wat je in je achterhoofd moet houden van, dat is geen fancy behandeling meer, hè. Sacrale zenuwstimulatie, dat is niet iets wat science fiction is. We doen dat nu al 23 jaar in België, hè. Dus dat is niet nieuw. Dus dat is zeker iets wat je in je achterhoofd moet houden. Een tweede zaak, zeker voor detrusor overactiviteit, is botox. Als medicatie niet werkt, kunnen we nog altijd met botox werken. Dus hetgeen ik u probeer duidelijk te maken, is dat als patiënten met blijvende problemen na stressincontinentiechirurgie correct gediagnosticeerd worden en correct kunnen gericht worden naar een bepaalde therapie, dan heb je een goede kans van slagen om die mensen hun leven terug beter te maken. Maar ze moeten correct gediagnosticeerd en correct uitgewerkt worden. En dus, persisterende incontinentie, kunnen we een secundaire sling doen die ofwel synthetisch is of autoloog, lichaams-eigen, of een kunstmatige sluitspier. Erosie is meestal een chirurgische behandeling, een stuk uitsnijden en herstellen. Eventueel, indien dat een groot stuk is, een tweede sling en dan liefst een lichaams-eigen sling. Obstructieve mixie gaan we de sling doorsnijden of de uretra losmaken of sacrale zenuwstimulatie doen. En dan is er persisterende OAB, gaan we uiteraard eerst medicatie geven, anticholinergica of mirabegron. Dan botox, sacrale zenuwstimulatie is dan zeker een optie. Dus een heel scala van mogelijkheden voor patiënten die complicaties doen naar die ingrepen. De mannetjes die hebben ook recht op wat problemen uiteraard, maar de man moet daarvoor niet bevallen. De man moet daarvoor geopereerd worden aan zijn prostaat. En dan heeft hij toch een behoorlijke kans om nadien urine te gaan verliezen. Postprostatectomie incontinentie.
En wanneer we dat niet behandelen met een artificiële sphincter, is een mannelijke sling eigenlijk de oplossing. En een mannelijke sling bestaat erin van opnieuw aan de bulbus van de uretra een mesh te gaan connecteren, die door de obturator foramina door te trekken. En wat heeft dat als gevolg? Dat is dat de bulbus van de uretra eigenlijk achter de sphincterzone wat opgefrommeld of dubbel geplooid wordt. En daardoor ga je dus aan de achterkant van de uretra een zone krijgen waartegen de uretrale sphincter, de sluitspier van de uretra die aan de voorkant zit van de uretra, kan samentrekken. En je krijgt dan terug twee loops die elkaar gaan tegenwerken. De ene die van voor naar achter trekt om de uretra dicht te doen. En dan iets wat backsupport geeft, zodat de uretra kan gecomprimeerd worden. Dat is eigenlijk het werkingsmechanisme van die sling. En dan krijg je dus zo'n situatie waar je hier de prostaat hebt zitten, de bekkenbodemspieren hebt zitten, en dat er dus een sling gaat lopen net onder die uretra om die uretra te gaan support geven. Dat is een systeem dat nog niet zo heel lang bestaat. Dat is eigenlijk in Innsbruck uitgevonden geweest door Peter Rozzi en Christian Gozzi. En zij hadden eigenlijk gezien op het ogenblik dat urologen een radicale prostatectomie doen. Op het moment dat wij de uretra doorsnijden, dan floept die uretra precies weg in de bekkenbodem. En zij dachten, nou, dat is misschien een beetje hypermobiliteit van de uretra, wat analoog met wat we bij de vrouw zien. Moesten we die uretra nu eens terughalen met een sling en die terug op zijn plaats trekken, zouden de patiënten dan niet beter continent zijn. Dat was hun eenvoudig idee. En ze hebben dus... Mijn beeld is weg. Ah. Ze hebben dus een sling ontwikkeld, die we dus vastzetten op die bulbus, hetgeen ik hier daarnet liet zien. Hè. Dus dat is dat vastnaaien op die bulbus. En dan gaan we dat aantrekken en dan ga je op dat moment eigenlijk die uretra terug repositioneren. En u ziet, dat netje zit niet onder het urinekanaal, dat zit eigenlijk achter het urinekanaal. En men spreekt dus van relocatie, repositie, in tegenstelling tot een sling die je onder het urinekanaal zou steken en het urinekanaal wurgen. Dan heb je een obstructieve sling, maar dit is een repositiesling. En dat is toch wel van belang, want als je dan kijkt naar hun eerste publicatie, opnieuw 10 jaar geleden, dan zie je dat de sluitingsdruk van 13 naar 86 ging, dat de uretralengte van 3 naar 17 milliliter ging, maar dat er geen verschil was in flow. En dat is dus het bewijs dat dit geen obstructieve sling is, maar een sling die eigenlijk alles terug wat op zijn plaats trekt. Ondertussen is dat een beetje de standaard sling geworden in Europa. Er zijn nog wat andere types, daar kom ik straks op terug. Maar de meeste publicaties gaan eigenlijk over die advanced sling. En hier zie je wat operatieve foto's. Dit is de balzak van de patiënt, de anus is afgeplakt. We gaan een insnede maken, hier zie je de uretra. Als we de uretra wat optillen en we gaan naast de uretra wat ruimte maken, dan zie je dat die uretra vasthangt met een vlies. En dat vlies moet doorgeknipt worden. Als dat vlies doorgeknipt is, dan kunnen we de uretra eigenlijk helemaal naar binnen duwen. Dan kunnen we die 3-4 centimeter naar binnen laten schuiven. En dat is wat je ziet, eens de mesh erop genaaid is. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar hier is de mesh opgenaaid. Hier zie je de twee armpjes die door het obturator vormen naar buiten komen. En als we aan die twee armpjes gaan trekken, dan ga je zien dat die sling helemaal naar binnen schuift. En hier zie je voor het aantrekken, is ongeveer 1 centimeter. Na het aantrekken, ik heb hier een klein beetje gevoefeld, zit je aan 3 centimeter, sommige patiënten 4 centimeter. En dus heel die boel zit dan terug in en achter die bekkenbodem gepositioneerd. Dit geeft eigenlijk goede resultaten, maar daar is het van belang om complicaties te vermijden, dat de patiënt goed geselecteerd is. En dit is bijvoorbeeld een patiënt die niet in aanmerking zou komen. Dit is een patiënt waar na een tur... En je ziet, men is nogal drastisch geweest bij het turren, want dit is gewoon een cystoscopie in het urinekanaal. En je ziet zelfs als je gewoon kijkt, dat het urinekanaal staat wagenwijd open. Men heeft in de anterieure zone nogal drastisch gerecesseerd en dat staat eigenlijk wagenwijd open. Hier ziet je het radiografiebeeld, hè, de blaas is gevuld. En hier ziet je zo'n stift komen en dan wordt die stift in het perineum geduwd. Je kunt dat ook met je eigen vinger doen, in het perineum duwen, om het effect van die sling na te bootsen. En je krijgt ieder urinekanaal dichtgeduwd. Maar hier moet je zo hard op duwen, echt compressie gaan toedienen, om dat dicht te krijgen en dicht te houden. Dat is niet wat we willen zien bij die slings. Dit is een andere patiënt die bestraald geweest is. Het urinekanaal is duidelijk meebestraald. Het is helemaal wit, daar zit geen vascularisatie meer in.
Je ziet hier de restletsels van een saxeurethrotomie of een incisie van die blaashals. Heel star hartweefsel. Dit is iemand die niet in aanmerking komt voor een sling, maar die eerder naar een artificiële sphincter zal moeten gaan. Dus patiëntenselectie is daar wel van een groot belang. Zoals ik zei, er zijn andere systemen. In Nederland is dit nogal een sling die veel gebruikt wordt. Een sling met een siliconen kussentje op. Dit is een siliconen kussentje. Hier zitten dan siliconen armen aan. En die siliconen armen die komen suprapubisch uit, zoals een TVT bij de vrouw. En je kunt daar dan een soort blokkerend ringetje over schuiven waarmee je de tractie kunt regelen. Maar dit is een behoorlijk dik pakket dat onder het urinekanaal van de patiënt gestoken wordt. Maar de resultaten zijn niet zo slecht. Je ziet volledig droog, 77% na 30 maanden. Falingen een goede 13% na 30 maanden. Dus behoorlijk goed. Dit is een vergelijking tussen verschillende soorten slings. Tussen degene die ik u getoond heb, de Advanced sling en deze sling. De Argus-sling, u ziet dat daar eigenlijk geen enkel verschil tussen is. Of dat dan nu zogezegd aanpasbaar is of zogezegd niet aanpasbaar is. Als die sling goed geplaatst is, dan functioneert die even goed in beide groepen. En dus hier zitten we met een beetje een moeilijkere situatie om te weten van wat zijn die slings echt waard. Hier ziet je de Argus en de Remix-sling, is toch zo'n aanpasbare sling. Q-rate ongeveer 70%. Patiënten die zo goed als droog zijn, ongeveer 70%. Wat zijn daar de complicaties? Wel, de complicatie kan infectie zijn, maar vooral readjustment. Vooral het moeten opnieuw aanpassen van de tractie die gegeven wordt. 10%, 40%. Dus het is toch een beetje wisselend van patiënt tot patiënt of van merk tot merk. In de Advanced-sling zitten we op een goede 50% succes. En u gaat zeggen, ja, waarom maakt u daar dan reclame voor als dat maar 50% succes geeft? Wel, dat hebben we te danken aan deze brave jongen. Dat is dokter Cornel uit Leiden. Dokter Cornel is bij Frank en bij mij geweest om dat te komen leren. En dan is hij een week later stond in de Telegraaf in Nederland. De eerste Nederlandse uroloog met een nieuwe techniek. En heeft het dan goed gedaan, want hij heeft een studie gestart en heeft gezegd, zitten hier kinesisten in de zaal? Ja, hè? Ja, veel, hè? Wanneer is bij jullie iemand droog? Hoeveel gram mag hij verliezen? Nul. En als hij nu 1 gram verliest, zijn we dan tevreden? Niet overdrijven, hè? Oké. Okay. Goed, de meeste patiënten, wij zijn content als urologen als we iemand opereren, als we zeggen, ze dragen geen opvangmateriaal meer. Of in het begin nog een uit veiligheid. Veel patiënten blijven iets dragen uit veiligheid. De meeste mannen hier nu in de zaal, de meeste vrouwen zullen misschien een inlegkruisje aan hebben. De meeste mannen hoop ik niet. Dus mannen zijn niet gewend om inlegmateriaal te dragen. En dus bij hen is inderdaad het doel van droog te worden. De meeste studies nogthans die zeggen, ja, ofwel geen bandje, ofwel een security pad uit veiligheid. En dan heb je resultaten van 60-70%. Wat dat hij gedaan heeft, hij heeft gezegd van, ik wil geen verbandjes, geen opvangmateriaal en minder dan 2 gram urineverlies per 24 uur. Dat is een heel strikte definitie. Nu, als ik dat bij mijn patiëntenpopulatie van die leeftijd zou gaan doen, 70-plussers, en ik laat die allemaal een bandje dragen voor 24 uur, ik denk dat er zijn die meer zweten dan 2 gram per 24 uur. Dus het is een extreem strenge definitie en dan had hij maar 9% succes. En het is die 9% die dat eigenlijk hier allemaal scheeftrekt. Als je die andere cijfers bekijkt en vergelijkt met de vorige studie, dan zitten die in dezelfde range. Dus je kunt zeggen 60-70% succes. Wat zijn daar de complicaties van? Wel, we hebben geluk. Daar zijn relatief weinig complicaties mee. Dit is een publicatie van Ricarda Bauer en de mannen die het allemaal hebben mee ontwikkeld. En je ziet, dat gaat toch over een 230 patiënten. In 23-24% zijn er complicaties geweest. Maar als je dan naar die complicaties gaat kijken, dan is dat in 21% van de gevallen een tijdelijke retentie. Bandje zo goed aangespannen dat de mannen nadien een paar dagen, meestal is maar 1 dag, niet kunnen wateren en dan toch systematisch terug beginnen te wateren. Maar al de rest, pijn, infectie, met koorts, explantaties, transecties, is allemaal beneden 0,5%. Dus qua complicaties zitten we bij de man duidelijk lager dan bij de vrouw. Dus een mannelijke sling is op dat vlak, of hij nu
Na radicale prostatectomie, na een neoblaas of na een turprostatis, is een mannelijke sling veel veiliger, geeft veel minder complicaties dan een vrouwelijke sling, maar de selectie is van cruciaal belang. En de selectie bestaat erin dat we met de patiënt moeten spreken, zij moeten droog zijn in bed, niet meer dan een halve liter per dag verliezen, niet bestraald of niet aan de uretra geopereerd zijn en op cystoscopie een goede sluiting kunnen zien als we het perineum even indrukken met een vinger of met een pen. En wat kunnen we aan de patiënt zeggen? Wel, de kans op droog zijn is ongeveer 60%. De kans om te verbeteren is daar 20% bij. De kans om niet te beantwoorden is 20%. Ik spreek nooit tegen mijn patiënten over 20%, want dat klinkt weinig. Ik zeg altijd 1 op 5 en dan klinkt dat opeens veel meer. Dus het is van belang om patiënten op voorhand goed de cijfers te melden. Ook in de brieven naar de huisartsen schrijven wij die cijfers in. Om te zeggen, uw patiënt heeft 1 kans op 5 om nat te zijn na de ingreep die we gaan proberen te doen om hem droog te maken. Het is van belang dat patiënten dat weten, zodanig dat als het fout loopt, dan is de discussie nadien veel makkelijker. En weten patiënten ook dat we, ondanks het feit dat we ons best doen, dat dat kan tegenslagen soms. Komt op mijn conclusie, bij vrouwen zijn de complicaties ondertussen goed gekend. Die slings zijn 20 jaar op de markt, we weten het. Correcte en tijdige diagnose is noodzakelijk en als er dus persisterende pijn en zeker als er persisterende algiurie is, dat is een alarmteken. Dan moet er verder gekeken worden. Maar als ze goed gediagnosticeerd zijn, kunnen we de meeste complicaties goed onder controle houden en kunnen we die oplossen. Bij de man is een goede patiëntenselectie noodzakelijk. Tijdelijke retentie is de meest frequente complicatie en de andere complicaties zitten beneden de 1%, zelfs beneden 0,5%. Dus in die zin hebben de mannen nu eindelijk een keer een voordeel ten opzichte van de vrouwen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Ik heb ook op uw rood mocht doen. De plasdruk wordt altijd genieten bij jullie. Ik heb daar soms als kinesiste problemen die bij jullie de patiënten zitten. En ontspannen passen na prostatectomie. En ik hoor soms een patiënt, ik heb een beetje een duw binnen gelopen, maar mijn plasdruk was al veel beter. Dus die, als ze binnen enkele de seconden die voorzien worden nog leegplassen, en ze hebben leeggeplast, zeg ik altijd dat het goed is als oudere man. Dat die plasdruk of die sterkte van die straal er niet zo tot doet als dat nog binnen de 30 seconden leegt. En als er geen rest is. En ik voel toch veel dat in de plasdruk dat een beetje hoog te hoog ingeschat wordt na zo'n tijd. Nee, ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt. De detrusordruk is iets anders dan de flauwmetrie. De flauwmetrie is de kracht van de straal die eruit komt. De plasdruk waar ik het over heb, is een druk die je blaas moet ontwikkelen om die plas te veroorzaken. Als daar niks in de weg zit, dan gaat je met een plasdruk van bij een man 50 centimeter water, ga je eigenlijk 25 tot 30 milliliter per seconde gaan plassen. Als daar iets in de weg zit, een obstructie of het een of het ander, dan kan het zijn dat je plasdruk in je blaas, de detrusordruk, dat die een 80, 90, 100 centimeter waterdruk moet zijn, om daar misschien 10 milliliter per seconde uit te krijgen. Dus het een is centimeter waterdruk, het ander is milliliter per seconde. Dus je kunt die twee niet met elkaar vergelijken, dat is iets totaal anders. Het een is een urodynamische definitie, het ander is een uroflow definitie. Daar zijn scholen in, hè, over langplassen, meeduwen, niet mogen meeduwen. I don't care, hè, of dat patiënt nu 3 keer meeperst of niet. Be my guest, als ik gepresseerd ben, dan duw ik je ook mee en ik denk dat ik toch gezond ben. Ik denk alle mannen boven de 55, 60, die persen allemaal mee en die gaan er ook niet dood van. Dus dat idee van we moeten allemaal helemaal relax op ons toilet zitten, dat is plezant. Om daarmee bezig te zijn, heeft dat klinische relevantie? Ik heb daar nog geen enkel overtuigend bewijs van gezien. Wat is wel van belang, dat is inderdaad dat er geen residu is, dat de patiënt op een correcte houding leert plassen, dat de patiënt de juiste manier gebruikt om te plassen, want je hebt ook patiënten die totaal niet meer weten hoe dat ze moeten wateren. Daar volg ik u volledig. Maar detrusordruk is iets anders dan uroflowmetrie. En dan had ik nog een vraagje. Met die slings is het ook niet de competentie van de chirurg die een verschil maakt in de studies. En voor ons als kines is het zo moeilijk om te weten in welk centrum, welke chirurg daar eigenlijk zeer bekwaam is. Ja.
Wat dat we spontaan zien ondertussen is dat de meeste centra zich aan het herorganiseren zijn en dat er meestal binnen een groep van urologen of binnen een groep van gynaecologen zich één of twee mensen met die pathologie beginnen bezig te houden. Dus dat was zeker in het begin zo, 10 jaar geleden, zodat iedereen deed dat een beetje. En nu heb je wel in de urologen mensen die meer functioneel uroloog zijn en in de gynaecologen ook meer die met de bekkenbodemproblematiek bezig zijn. Dus ik denk dat de kwaliteit stilaan aan het toenemen is. Maar je hebt absoluut gelijk. De operatie zelf is niet het probleem. Dat is gemakkelijk, die operatie. Je kunt dan een aap leren doen, die operatie. Dat is niet het probleem. Patiëntenselectie en nadien omgaan met de complicaties en luisteren naar de patiënten, dat is het grootste probleem. Van alle patiënten die wij zien, en die wij bijna allemaal, en Frank zal dat kunnen beoordelen en Cathy ook, van de meeste patiënten die wij zien, en we zeggen van, heeft iemand u al een keer uitgelegd wat dat er eigenlijk aan het gebeuren is, of wat de reden is van uw klachten? Dan zeggen die, nee, niemand heeft 10 minuten de tijd genomen om mij uit te leggen wat dat er scheelt. Wat horen wij bij goede kinesisten, slechte kinesisten? Degene die de tijd nemen aan de patiënt om uit te leggen wat er aan de hand is, wat dat er verwacht wordt, die bereiken goede resultaten. Degene die de patiënt een vaginale probe steken, het gordijn toetrekken en zeggen, ik kom binnen 20 minuten terug, ja, die halen geen resultaten. Maar het is, ik denk dat, zeker in de urologische en ook in de gynaecologische wereld, is dat zich aan het uitkristalliseren. Bij urologen is het simpel. Je hebt degene die met de robot willen spelen, en die doen allemaal kanker en dan allemaal fancy en lipper. En dan heb je de sukkelaars, gelijk als wij, die dan de functionele urologie doen en dan met de natte broeken bezig zijn. En wanneer wij op urologisch vlak kijken, Frank is voorzitter van die werkgroep, Vlaanderen en België zijn er ongeveer 35 urologen die zich daarmee bezighouden. En dan zijn er 350 in België, dus het is 10% van de urologen die met functionele pathologie bezig is. Bij de gynaecologen is het ongeveer dezelfde verhouding, is het 8-10%. En die moeten inderdaad in je regio vinden, dat je weet van wie is daarmee bezig. Vooral, wie kan er met de complicaties om? Dat is het grootste probleem. Dank u. Nog vragen? Ja. Het kan onder een lokale regionale anesthesie met een ruggenprik, het kan onder een korte algemene, het kan zelfs onder lokale anesthesie. Zeker die minislinks kun je eigenlijk onder lokale anesthesie doen. In Amerika is dat gangbaar, in Engeland is dat ook gangbaar, omdat men daar de patiënten zo kort mogelijk in het ziekenhuis wil houden. Wij laten de keuze een beetje aan de patiënt. De meeste patiënten gaan bij ons ofwel via dagziekenhuis, als ze relatief dicht in de buurt wonen. Mensen die van wat verder komen of wat ouder zijn, nemen we dan een nacht op. Het hangt echt wat, we houden rekening met het comfort van de patiënt en de familie. Maar eigenlijk is alles, medisch gezien, is het allemaal mogelijk onder de 3 vormen van anesthesie. Nog vragen? Dank u wel.